Dan was er van de week in Den Haag een bijeenkomst en die ging over moet je nog wel kinderen willen, ondanks de klimaatproblemen. Ja. En daar is onder jonge mensen best wel veel belangstelling voor, van ja, wij willen geen kinderen meer om de wereld te redden. Nou, dat is flauwekul. Waarom is het flauwekul? Omdat je enorme demografische problemen krijgt. Kijk naar het huidige China. Het is awesome. Kunt u mij horen? Eerst is er goed nieuws over het klimaat. Of althans, de klimaatopwarming. En dat ga ik toch een beetje vertellen als drietrapsraket. Want ik heb natuurlijk in de afgelopen jaren al eigenlijk veel rondgereden in Europa. Zowel per bus als nu ook weer per trein. En ook wel als automobiel. En als je er nou toch één ding opvalt, is het de explosieve groei. Ja, van zonnepanelen. En vaak gigantische hoeveelheden zonnepanelen op reusachtige schuren, fabrieksdaken en dan vanzelfsprekend op huizen. In nieuwbouwwijken, overal alles vol met zonnepanelen. Dat ik al bij mezelf dacht, dat moet toch een enorm effect hebben. Dat kan toch haast niet anders, want het is niet alleen in Nederland zo. Maar in Beieren liggen er nog veel meer dan bij ons. En in Oostenrijk was het ook geen kattenzij, kan ik je wel vertellen. Hij is naar binnen. Dit moet je even uitknippen. Dus ik had alles gedacht van, goh. En toen zag ik een boek staan bij Amazon. En dat, ik denk dat het aangekondigd werd ergens in de internationale krant, in de New York Times. Met als titel No Miracles Needed. En de thematiek van het boek was dus geschreven door meneer Jacobson. Die is eigenlijk dat we eigenlijk alle technologie hebben om het klimaatprobleem op te lossen. Dat toch vooral zon, water en wind is. Dat we daarvoor de technologie hebben, zoals gezegd. En ook wel het geld. Het is een kwestie van organisatie en politieke uitvoering. En ik denk zelf ook dat dat zo is. Hij argumenteert dat vrij overtuigend. Hij zegt ook, ja, kerncentrales, daar moeten we niet aan beginnen. Dat duurt 20 jaar voordat ze klaar zijn. En de vergunning is al zo'n ingewikkeld tafereel. Dat is gewoon, dit gaat veel en veel sneller. Die panelen, dat gaat veel en veel sneller. Toen las ik, tot mijn verbazing, notabene op de Correspondent, een fantastisch stuk van Jesse Frederik. En die argumenteert daar met, naar mijn idee, volstrekt overtuigend cijfermateriaal, dat de explosie van zonnepanelen, dat nog helemaal niet meegenomen is in al die modellen die we hebben en die eigenlijk allemaal zeggen, het is te laat, de planeet staat in de brand, we zijn reddeloos verloren. En waarom is dat niet meegenomen dan? Dat is redelijk essentieel, lijkt me. Nee, precies. En dat komt omdat die ontwikkeling zo snel verloopt. Namelijk het verlagen van de prijzen. En want naarmate die zonnepanelen natuurlijk veel goedkoper, als je die ziet hoe die prijsdalingen zich hebben voltrokken, dat betekent natuurlijk dat de elektriciteit die die dingen opwekken navenant ook goedkoper wordt. Nou, dat is een ronddraaiende cirkel. De enige rem die daarop staat, het zal je niet verbazen, is dat in ieder geval onze overheid, maar het schijnt elders ook wel het geval te zijn, onvoldoende geïnvesteerd heeft in het elektriciteitsnetwerk, waardoor het lastig is om al die zonne-energie kwijt te raken. Precies, ik heb het de vorige keer over gehad. Ik kan iedereen dat stuk van je, ze hoeven voor mij dat boek niet te lezen, maar in feite staat daar hetzelfde in als wat Jesse Frederik in dat prima stuk. Notabene bij de Correspondent, die ik toch al een beetje beschouwde als een groep van sympathieke groene kabouters. Is dit een stuk dat je denkt, nou, dit klinkt revolutionair, dit is revolutionair en daar zijn goede bewijzen voor. Dus dat de solar energy, om het maar even in het Engels te stellen in de breedste zin van het woord, dat de effecten daarvan volledig onderschat zijn. Als je de ontwikkelingen zoals die zich in de afgelopen 20 jaar hebben vertrokken doortrekt naar, laten we zeggen, 2050... Ik wil niet zeggen, dat zegt hij ook niet, dan is het probleem opgelost, maar dan zijn we goed op weg. Gaan we die anderhalve graad halen? Nou, waarschijnlijk niet. Maar in principe kun je ervan uitgaan, no miracles needed. We kunnen het probleem, de technologie is er, het geld is er. Het is een kwestie van organisatie
en besluitvorming bij de overheden. En het, ook natuurlijk dat die kletskoek, dat die energietransitie verschrikkelijk duur zou zijn. Nee, ook die Jacobson zegt, het is precies het omgekeerde. Er kunnen miljarden aan verdiend worden. Maar waarom is dat dan onderschat? Want dat begrijp ik toch nog niet helemaal goed. Ja, ik weet niet, misschien ook omdat dat pessimisme op dit punt de modieuze houding was geworden. Misschien ook omdat die internationale club die dat allemaal uitrekent. Nou ja, dat is ook die hadden maar heel beperkt modellen waarin dit soort van effecten waren meegenomen. In feite is de energietransitie volop aan de gang. Het is niet, hij moet nog komen. Hij is volop. We zitten er middenin. Precies, we zitten er middenin. En de kans is eigenlijk voor de hand liggend dat die transitie zich nog aanzienlijk zal versnellen. Zegt u ook wat de uitdagingen zijn rondom die zonnepanelen? Want je hebt natuurlijk wel een grote oppervlakte. Zeker, de uitdagingen zijn in het bijzonder dus het elektriciteitsnetwerk. Ja, dat is duidelijk. Ook omdat natuurlijk het aantal elektrische auto's dat explosief toeneemt. Dat is in Noorwegen, nou is dat een beetje een apart geval. Nader zal het moment dat er alleen maar elektrische auto's worden gekocht. Maar in China is het ook 20%, begreep ik. Bij ons is het 15. Zoals gewoonlijk lopen wij een beetje achter. Goed, lees het stuk van Frederik. Maar kunnen we het net versterken? Is die mogelijkheid er? Ja, die is er. Maar daar zit wel een puntje. Ik weet niet of ik dat nou bij die Jacobs... Nee, ik geloof Frederiks, die besteedt daar ook aandacht aan. Dat ja, wil je vergunning krijgen voor een hoogspanningsleiding, een nieuwe hoogspanningsleiding in Nederland. Dat het geloof 13 jaar duurt voordat je de vergunningen rond hebt. Dus daar zou je eens goed naar moeten kijken. Als overheid is het niet zaak dat je dat proces aanzienlijk versnelt. En dat is niet elke Jan Boerenlul die ergens een huisje heeft in de buurt een bodemprocedure tegen je kan beginnen, zodat weer 2 jaar stil ligt. Precies, en waar ga je die neerzetten, die mast? Want dat betekent... Ja, dat is het. Not in my backyard natuurlijk. Dat is het bekende punt. Ja, Nederland is een vol land, dus dat zal problemen geven. Dus het zou wel te overwegen zijn op dit punt het proces van met name vergunningverlening wel iets te versnellen. Ja, en moet er hier bijvoorbeeld in jouw straat, want ik kan me voorstellen, dat is belangrijk wat jij noemt, hè, die palen, maar ook hier in jouw straat, moet er hier ook wat aangepast worden? Ja, volgens mij zijn alle leidingen hier al zijn al vernieuwd. Gasleidingen. Oké, dus die zijn er ook voorbereid? Volgens mij wel, ja. Ik heb ook, glasvezel, nog niet dat ik het gebruik, maar ik heb het wel. Oké, dus ook even een vraag voor mensen die hier dieper in zitten. Reageer even op wat... Ja, dat zou heel mooi zijn. Ik zou lezen een stuk van Frederik, wat voorzien is van alle mogelijke berekeningen en getallen. En dan ben ik wel benieuwd wat men daarvan vindt. Ja, nog één vraag hierover. Want rond die provinciale verkiezingen zag je ook allemaal mensen die dan in een akker stonden. Die zeiden ze, ja, hier willen ze dan allemaal zonnepanelen gaan neerleggen. Ja. Dat willen we niet. Maar ja, ze zullen toch ergens neergelegd moeten gaan worden. Zo is het maar net. Ook daar zijn al technieken om het nog goedkoper te maken om ze gewoon neer te leggen. Ik heb volgens mij al verteld over dat die zonnepanelenboel daar in India, waar ze een zonnepanelencentrale hebben ter grootte van het eiland Manhattan. Ook daar zit daar forse vaart in. Ja, maar goed, in zo'n akker, dat is het probleem. Ja. Ze willen die panelen daar niet. Ze willen de ruimte er niet voor opofferen. Nee. Dat is interessant. Dat is ook typisch Nederlands. Dat wij willen van alles, maar mits het ons op geen enkele manier ook maar enige moeite of narigheid bezorgt, dan willen we het. Maar dat kan niet. Misschien blijven we tenslotte het laatste land wat nog volledig draait op fossiele brandstof. Prima. Ik zag het nu ook al langs de snelweg een stukje van de week. Dat ze dus na de vluchtstrook, en dan heb je die reling. En daarachter liep ook een hele smalle strook. Die was helemaal volgelegd aan weerszijden met zonnepanelen. Ja, heel handig natuurlijk. Want dat is een strook waar je verder toch geen kloot mee doet. Nee. En voor de muizen is het ook niet vervelend. En die vinden het wel fijn dat ze droog kunnen lopen. Dus ja, dat is allerlei loze ruimte die heel gemakkelijk gebruikt kan worden om zonnepanelen neer te leggen. Maar als je een beetje in het buitenland hebt rondgereden in West-Europa, dan weet je dat op tal van plekken enorme partijen van die panelen liggen. Ja, kijk, en nu heb jij nog panelen gewoon op het dak liggen, maar de techniek... Ik heb 12 simpele panelen. Ja, maar binnenkort zit het gewoon in je dakpan. Dan is het dakpannetje... Dat kan ook, er zijn alle mogelijke manieren te verzinnen. Maar goed, de energietransitie is allang ruimschoots en zeer spectaculair. Je zou haast kunnen zeggen explosief begonnen. Ja.
En ook nog wel even aanstippen dat toch iemand hè, die in de herfst van zijn leven zit hier nog mee bezig is. Want er zijn ook criticasters die zeggen, ja, die Van Rossum die interesseert het allemaal niks meer. Want die is er straks toch niet meer als dit een probleem wordt. Ja, nee, zo kun je ook redeneren. Ik zeg ook wel eens voor de aardigheid, nou ja, wat betreft die klimaatopwarming, daar lig ik niet wakker van. Want tot nu toe heb ik er als bejaarde alleen maar voordeel van, zeg ik ook wel eens. Kijk, je kunt diverse, er zijn diverse trajecten in je redenering. Ja, maar je bent er volop mee bezig. Ik vind het hartstikke interessant, dat begrijp je wel. Dit is nou wel een historische, dit is niet de kroning van Karel III. Dat interesseert me echt geen kloot. Maar dit is echt een hoogst interessante zaak. Vooral natuurlijk, dat begrijp je wel, omdat ik altijd al ik geef toe, dat was misschien zelfs een vooroordeel mijnerzijds. Ik vond dat pessimistische gedoe, het is al te laat. Het is verschrikkelijk. Honderden miljoenen mensen zullen om het leven, dat ja, daar heb je totaal niks aan. En dat miskent, als ik dat boek en die stuk van Jesse Frederik bij elkaar optel, miskent datgene wat er daadwerkelijk gebeurt. Het is natuurlijk nog wel een probleem, arme landen. Wat gaan we dan doen? Maar de prijsdalingen zijn zo spectaculair, dat ook op dat punt hoop is. Ja, want er zijn mensen die zeggen, er gaan oorlogen ontstaan, hè, doordat bijvoorbeeld delen zeker, onder water gaan lopen. Mensen die zeggen dat grote veroveringsoorlogen zullen ontstaan, honderden miljoenen mensen zullen sterven. Je hebt ook dat plaatje van de wereld als vaccinelichtje, weet je wel, met daarbovenop zo'n vlammetje, wat al, waar al een kaarsvet van België en Nederland al naar beneden druppelt. Ja, daar hebben we geen donder aan. Je kunt beter kijken naar wat de werkelijkheid is. Zijn die verhalen die mensen die wonen dan in die gebieden die dreigt overstromen binnenkort? En die gaan er... Ja, heel Nederland dreigt natuurlijk als het zeespiegel, als die nog wat fors wat doorstijgt, dan... kijk, het kan best zijn dat de opwarming ook zonder klimaat, zonder dat wij de energietransitie uitvoeren, deels doorloopt. Ja. We zitten per slotverrekening nog steeds in een postglaciaal. Dus er is ijs en er is in de loop van de geschiedenis van de planeet en de langere periodes helemaal zonder ijs dan met ijs. Ja. Maar ten aanzien van de energietransitie, niet waar, is er goed nieuws. Goed, maar wij krijgen met die overstroming iets later te maken. Ongetwijfeld zullen tal van mensen van het klimaatbeweging zeggen, nee, die is het niet, dat is kletskoek, dat is de technologie, we moeten allemaal simpel gaan leven, we moeten, nou ja, nee, dat zijn we niet nodig. Wacht even, jij zegt simpel leven, dat hoeft niet. We kunnen gewoon doorleven zoals we nu leven, ja, de techniek. Ja, dat denk ik wel. Maar je bent toch wel voor minder vliegen en dat soort dingen? Nou, daar zou je ook nog eens je kunnen afvragen. Je zou natuurlijk, je kunt, hoe heet het, waterstof is wel bruikbaar als brandstof voor vliegtuigen. En als je natuurlijk maar genoeg elektriciteit opwekt en die elektriciteit die kost niet veel, dan kun je die vliegtuigen op waterstof laten vliegen. Maar de deskundigen zeggen alleen voor de korte afstandsvluchten. Voor de lange afstand, als je naar New York wil, dan moet je op kerosine blijven vliegen voorlopig. Nou, dat zou kunnen. Dat weet ik niet precies. Daar heb ik me niet in verdiept. Maar vergeet niet dat een vliegtuig wat naar New York vliegt ook relatief zuinig vliegt. Die korte vluchten, dat is een ramp. Want dan moet hij opstijgen. En je weet, als je naar Londen gaat, hij stijgt op. En dan valt hij eigenlijk meteen weer naar beneden, bij wijze van spreken. Ja. Maar kijk, die vliegtuigen die vliegen op 12 kilometer hoogte. Ja. En op 12 kilometer hoogte is het betrekkelijk zuinig transporteren. Maar het is natuurlijk weer... Ik heb begrepen uit allerlei opstellingen dat je dan zuiniger bent dan de hoge snelheidstrein die met 300 kilometer per uur op het aardoppervlak rijdt. Maar voor de korte afstandsvluchten willen we natuurlijk met ze naar de trein bewegen. Ja, dat zou mooi zijn. Maar dan moeten die treinen wel... daar gaan we niet overnieuw over beginnen, maar... Het zou wel handig zijn, dames en heren, lieve regeringen in West-Europa. Zorg nou eens dat je de boel op de rails krijgt. Ja, een hele leuke woordspeling. Maar dat is toch van een treurigheid dat het een zootje is. Een chaotisch systeem, anders kun je het niet noemen. Ja. Werkt eraan. Overigens interessant, Martin Steinboeg, wel een professor van de universiteit in Eindhoven. Die weet hier alles van dat elektrisch vliegen. Leuk om hem eens te googlen, interessant ook. Dan kun je zien wat hij daarover zegt. Ja, voor korte afstanden schijnt het wel te kunnen. Ja, ook elektrisch vliegen schijnt dan mogelijk te zijn. Ja, dat. De vraag is of je al die moeite moet doen als je een andere en relatief goedkope oplossing zou kunnen vinden. Maar goed, ook het materiaal waar we batten, want we lopen natuurlijk al heel snel tegen het opslagprobleem aan.
Daar moeten ook oplossingen voor verzonnen worden. Maar ook de batterijtechnologie maakt nog snelle vorderingen. En ook dat verhaal dat er allerlei grondstoffen eigenlijk nauwelijks aanwezig zijn. Dat komt omdat we er nauwelijks naar gezocht hebben. Zoals lithium zelf. Daar wordt nu ook, nou, er is toch hier in Europa nu ook ergens een plek geopend waar ze dat gaan winnen? Zeker. Je hoeft niet meer uit China te komen. Nee, het is nou niet zo dat je overal waar je een schep in de grond steekt dat er lithium zit. Maar er is ook hier lithium. Maar ja, we hebben niet de moeite genomen om de... Want het gaat vooral ook om het verwerkingsprocedé. Dus je haalt die kluiten. Ik heb geen idee hoe het eruit ziet. Uit de aarde, maar het moet verwerkt worden zodanig dat het als batterijgrondstof gebruikt kan worden. Ja. Dan was er van de week in Den Haag een bijeenkomst en die ging over moet je nog wel kinderen willen, ondanks de klimaatproblemen. Ja. En daar is onder jonge mensen best wel veel belangstelling voor, van ja, wij willen geen kinderen meer om de wereld te redden. Nou, dat is flauwekul. Waarom is het flauwekul? Omdat je enorme demografische problemen krijgt. Kijk naar het huidige China, waar de één kind politiek nogal rampzalige gevolgen heeft. Als je helemaal geen kinderen krijgt, dan zullen toch die kinderen van nu, of die jonge mensen waar je het over hebt, wie gaat die jonge mensen verzorgen als ze krakenmikkers zijn geworden? Want er zijn geen kinderen meer. Er zijn geen jongeren. Nou, het is niet te zeggen dat ze helemaal geen kinderen meer krijgen, maar minder kinderen. Nee, maar nu is dat veel te weinig. Hey. Als ik echt iets krijg, dan is maar de vraag of er iemand aanwezig is die mij wil helpen. Maar tegelijkertijd, ja, minder mensen betekent ook minder... Waarschijnlijk moet ik tenslotte kruipen hier naar dat afwerkpunt van het huisvuil. Ja, maar de belangrijkste oorzaak van de opwarming is de mens toch? Dus als we toch minder mensen hebben, dan wordt dat probleem toch ook verzacht? Ja, maar dat, als die mensen dus minder CO2-uitstoot weten te genereren, dan is dat probleem in feite opgelost. Ja, maar als je al geen mensen of minder mensen hebt, dan gaat het misschien nog harder, nog sneller. Er worden toch minder mensen op historische termijn. In feite is de grote groei van de wereldbevolking al gestopt. Ja. De enige toename nu, heb ik begrepen, in deze eeuw, is dat heel veel mensen veel ouder worden dan vroeger. Allerlei mensen die dan vroeger misschien op hun 40ste waren doodgegaan, die worden nu 70 of ouder. Zodat ze aanwezig blijven, dat is natuurlijk... Maar hoe kijk jij dan naar dit soort bijeenkomsten? Want ik sprak dus iemand die was heel enthousiast. Ik vind dat eerlijk gezegd wel een beetje zwartkijkerij van een ernst denkbare soort. Ik zou zeggen, krijg gewoon kinderen. Je hoeft er geen 10 te krijgen, maar een stuk of 2 is handig. 3 vind ik ook nog prima. Maar ik sprak Frits Wester een keer. Die hebben we eerder al aangehaald vanwege het zeilen. En die had ook een gesprek met zijn zonen gehad. En die zeiden ook, ja pap, we willen misschien helemaal geen kinderen meer vanwege de klimaatverandering. Nou, dan zou ik als Frits toch eens even met die zoon gaan praten en zeggen dat er hoop is. Er gloort licht aan de horizon. Echt waar. Dit heeft veel meer te maken met stemmingmakerij. Met in feite irrationele emoties dan met de werkelijkheid. Oké, dus jongeren die naar zo'n bijeenkomst gaat, die zijn irrationeel. Over 200 jaar, daar ben ik heilig van overtuigd, zal de wereldbevolking aanzienlijk minder omvangrijk zijn dan nu. Oké. Nou, ook een oproep hier. Mensen die dus ook zo denken, die zeggen, ja, we overwegen ook om geen kinderen te krijgen om deze reden. Laat even van je horen. Dan kunnen we die argumenten meenemen de volgende keer. Oh, dat was al in de jaren 70 had je dat al. Oh, toen was dit ook een discussiepunt. Ja, ik heb het altijd gelul gewonnen. Oké. Ik had er wel 4 willen hebben. Op 15 mei is de Nederlandse soevereiniteit 375 jaar oud. Dus hoe kwam de vrede van Münster tot stand? Dat is ook een vraag. Ja, dat is op zichzelf. De vrede van Münster is een... Je kunt in Münster trouwens nog gaan kijken. Ook het gebouw is er nog, de ruimte is er nog. Hangt dus een heel leuk schilderij van hoe het er toen uitzag toen dat gebeurde. In Münster is eigenlijk een eind gemaakt aan een reeks van langdurige Europese conflicten. En daar is de soevereiniteit geregeld van de diverse participanten. En daar is ook natuurlijk de kwestie van de religie geregeld. Dat je, hoe was het ook alweer, Cuius... Regio, eus, religio. Kortom, je hield de religie die je al had. Dat moest ook verder niet meer veranderen. En wat eigenlijk de kern is dat de diverse Europese naties, niet waar, soeverein waren. En dat daarmee rekening gehouden moest worden. En het fijne voor Nederland was, bij die gelegenheid, dat wij erkend waren. Wij waren natuurlijk een opstandig onderdeel van het Habsburgse Rijk. En we hadden lang gevochten, namelijk vanaf 1568 tot 1648, niet waar, om zelfstandig te worden. In feite hadden we al, wat ik daarnet al zei, was al lang duidelijk dat we dat gewonnen hadden. We waren al lang een van de rijkste landen van Europa geworden. Maar goed, wij werden officieel erkend als een soevereine participant in het spel der Europese naties.
kijk naar dat leuke schilderijtje. Ik weet niet, een heel bekende schilder heeft het gemaakt. En die had het graag willen verkopen, want het is relatief klein. En toch staat iedereen er herkenbaar op. Maar ik geloof dat niemand interesse had, zoiets is het. Maar dan gaan we in Münster kijken. Dat is leuk. En wie had de belangrijkste hoofdrol in dit hele verhaal? Ik weet niet wie daar de centrale rol speelde. Natuurlijk de Spanjaarden moesten natuurlijk ook akkoord gaan met deze onderneming. Wie dat nou eerlijk gezegd georganiseerd hadden, dat zou ik naar moeten kijken. En dit was ook een verhaal waarin op de achtergrond, de achterkamers, natuurlijk ook heel veel deals al werden gemaakt, los van die grote vrede. Het geheel was al een reusachtige deal en het is daar vastgelegd. Ja, dus dit is een groot diplomatiek circus wat ooit in Europa in de geschiedenis heeft plaatsgevonden. Ja, en het wordt algemeen gezien als, laten we zeggen, de start van het moderne nazi-systeem. Het is wel jammer dat we dat nou niet even te zien hebben gekregen. Nee. Dus dat is ook interessant, omdat ze een prachtige kathedraal hebben die van na afloop van de Tweede Wereldoorlog niet veel meer over was dan een 1 meter hoog ruïnemuurtje. En dat is helemaal hersteld. Münster is historiserend herbouwd. Mijn broer en ik waren er wel enthousiast over. Het is een leuke stad. Ga eens kijken. Hebben jullie een uitzending over gemaakt? Ja. Dus die is ook terug te vinden ergens? Ja, dat is terug te vinden. Ook ons optreden in die zaal waar dat zich allemaal heeft afgespeeld. Oh, met een verhaal over dat schilderijtje. Want je begrijpt, dat zit ik hier niet zelf te verzinnen. Maar dat hebben wij een keer. Was dat een onderdeel van het programma. Oké, leuk. Dat zetten we eventjes in de beschrijving bij de podcast. Kunnen mensen dat vinden. Hoe is het met de opnames met Emma Wortelboer? Wordt ook nog steeds gevraagd. Ja, die zijn nog steeds gaande. Is ze terug uit Tokio? Ja, zij is terug uit Tokio. Vorige week al teruggekomen uit Tokio. Wij zijn afgelopen vrijdag zijn wij naar haar middelbare school geweest in Almelo. En daar hebben we interessant gepraat over lesgeven, social media in de klas, dat soort van vraagstukken. En zij was natuurlijk ontroerd en opgewekt doordat ze die school nog weer eens zag. En al die oude leraren, je weet hoe sterk die gevoelens kunnen zijn. Ik was er eigenlijk wel een beetje jaloers op in die zin dat ik was zelf door omstandigheden, was ik in mijn oude school geweest in Wageningen. Met mijn broer notabene voor een ander televisieprogramma. Namelijk dat programma met mijn broer. En mijn school ziet er aan de buitenkant nog keurig uit. Het is een rijksmonument. Het is aan de binnenkant op een zo trieste manier verwaarloosd. Het ziet er zo shabby, vies, ongeïnteresseerd uit. Het moet volgens mij echt 30 jaar helemaal geen kloot aan gedaan zijn. Het is diep treurig. Ik hoop dat ze schijnen te willen verkopen. Ik hoop dat ze er een bestemming voor vinden waarbij ook het interieur toch nog eens een forse opknapbeurt krijgt. Hoe was het trouwens in Wageningen voor de rest? Nou ja, wij arriveerden terwijl de 5 mei viering in volle gang was. Dat was eigenlijk het. Ik had al verteld dat ik bij Koningsdag had ik een eetafspraak in de stad gemaakt. Ja, was het heel druk. Om te denken aan Koningsdag. Waardoor al onderweg dacht ik al, wat zijn dit voor groepen van krankzinnigen? Allemaal met hoedjes op en verf op de neus. Die op weg zijn naar de pen. Toen hoorde je ook in de verte die insisterende, dat gedreun wat tegenwoordig bij die soort van gelegenen. En zo was het in Wageningen. Al net zo. Ook allemaal natuurlijk met vlaggetjes en ja, ik weet niet, kennelijk ziet de mensheid, of althans vooral het jeugdige deel van de mensheid, ziet als absoluut hoogtepunt van festiviteit is een soort oerwouddreun. Hè? Een soort oerwoud, hoe moet je dat zeggen, ritme. Die luidsprekers die zijn wel hoog ontwikkeld, wat je ook ons op kilometers afstand horen. Je had ook het gevoel dat je tegen het geluid in kon leunen, zou ik maar zeggen. Ja, wat doen de mensen daarbij dan? Die springen dan op en neer. Ja, je vraagt je af, wat is daar nou aan? Maar kennelijk, als je nou maar genoeg bier drinkt, dan is dat hartstikke fijn om bij dit soort van gedreun op en neer te springen. Ja, ik ben 69. Ik wou zeggen 69, dat ben ik helemaal niet. Ik ben 79, ik weet het. Ja, je kijkt dan met een immense verbazing, kijk ik ernaar. Ja. Kijk, dat je festiviteiten hebt, dat begrijp ik wel.
Maar dat ze van een zo ingrijpende, ook muzikale stompzinnigheid zijn, dat vind ik dan toch wel weer verrassend. Hmm. Heb je de dingen kunnen bezoeken die jullie wilden bezoeken? Hebben jullie leuke verhalen kunnen maken? Ja, zeker. Zeker. Ja, het zijn alle mogelijke leuke dingen. Universiteit gedaan. Ging het over, hè, vooral? Het ging vooral over de universiteit. Laat ik er één ding uitpikken. We hebben de redder van de banaan. Hebben wij geïnterviewd. Dat was hoogst interessant. De redder van de banaan? De redder van de banaan. De banaan wordt namelijk met ondergang bedreigd. Alle bananen, met name alle exportbananen in de wereld, dat is één type banaan. Dat is de Cavendish. En die is een product van klonen. Al die planten zijn klonen van uiteindelijk één originele plant. Of een aantal originele planten, allemaal dezelfde soort, de Cavendish. En de Cavendish was al een soort die geïntroduceerd is, alweer een tijdje geleden, omdat het daarvoor populairste bananensoort aangetast raakte door schimmels, zowel bladschimmel als grondschimmel. En de Cavendish had nergens last van. Maar ja, je ziet, als je er maar lang genoeg mee doorgaat, en die schimmels, dat zijn enorm actieve, hoe zullen we dat zeggen, wezens. Hè? We hebben besloten dat schimmels eigenlijk levende wezens zijn. En wat heeft zich ervoor gedaan? Ongelukkigerwijs, ik geloof eerst op Taiwan, bleek dat ook de Cavendish aangetast is door bladschimmel. Daar valt wel tegen te spuiten, begrijp ik. Maar ook, hij wordt tenslotte ook bedreigd door grondschimmel. Dus wat hebben ze nu in Wageningen besloten? Daar hebben ze een hele reeks tientallen bananenvarianten verzameld, bananensoorten, want er zijn tientallen verschillende bananensoorten. Het bananen is overigens voor honderden miljoenen mensen is dat het hoofdvoedsel. Dat is niet onze banaan, dat gele ding wat wij bij de groenteboer kopen, maar dat zijn vaak bakbananen of kookbananen, heb ik begrepen. Nou ja, daar stonden wij dus in een soort wonderlijke plastic jasjes en met speciale hoesjes over de schoenen in de bananenkas, waar het weet ik hoeveel, ja, het is natuurlijk een tropische plant van tropisch vochtig oerwoud. En nou ja, ze zijn bezig met het maken van kruisingen, zodanig dat er tenslotte een veel grotere variëteit zal zijn aan bananensoorten. Het kan best zijn dat er weer eens een soort zal worden aangetast door die schimmels, wat ik al zei. Ten slotte zullen we hier op de planeet zullen wij opgeruimd worden, misschien door schimmels. Een heel succesvolle levensvorm in allerlei opzichten. Je hebt al een hele tv-serie over, heb ik begrepen. Ook weer interessant. Ik had namelijk net gelezen van die schimmels die mieren aantasten. En dan de mieren herprogrammeren. Dat vond ik wel een fantastisch verhaal. Maar goed. Ja, dus, en hij zei dat er goede vorderingen werden gemaakt. En dat waarschijnlijk toch de banaan wel gered zou kunnen worden. Maar dan zie je dus, dat is een onderzoek in Wageningen. Wat overigens ruim gefinancierd wordt. Je begrijpt, door belanghebbenden in de bananenindustrie. Maar er hebben tientallen mensen bij betrokken zijn. Hartstikke interessant. Ja, heel nuttig werk van die Wageningse Universiteit. Ja. De Wageningse Universiteit is natuurlijk op zichzelf wel verscheurd doordat een groot aantal docenten ook in Wageningen natuurlijk ook wel begrijpen dat de grootschalige gewetenloze industriële landbouw, dat we daar niet even mee door kunnen gaan. En een ander deel van de Wageningse Universiteit is juist niet waar, ze heeft juist in de loop der tijden natuurlijk significant bijgedragen aan de ontwikkeling van een, nou ja, laten we het maar eerlijk zeggen, industriële landbouw in Nederland. Dus daar zit wel frictie in, maar dat is natuurlijk natuurlijk en ook op zichzelf wel leerzaam. En een afspiegeling van de maatschappij dus ook, die universiteit daar. Ja. Zeker. Nou, we hebben natuurlijk de Wageningse Berg gedaan. Waar komt die berg vandaan? Waarom is er in Wageningen een berg? De ijstijd, heb je verteld al. Dat is allemaal van de ijstijd. De ene laatste ijstijd natuurlijk. Het zogenaamde Salien. En ik was wel gekwetst toch. Dat de Gerbenberg bleek 10 meter hoger te zijn dan de Wageningse berg. Dat was wel een beetje een rot plekje op onze avonturen daar. In het najaar op televisie, deze aflevering. Ja, dat zal zeker het najaar worden. Als de planning klopt. Dat denk ik wel, ja. En jij zei nog iets interessants. Je zei, we beschouwen schimmels nu als levende wezens. Sinds wanneer is dat en wie heeft dat bepaald? Ja, dat is een interessante vraag. Dat weet ik eigenlijk niet zo precies. We hadden eigenlijk wel te weinig aandacht voor schimmels. Maar we weten nu dat het de grootste levende wezens zijn schimmels.
Niet waar, want je kunt natuurlijk, er zijn schemels die echt tientallen, zo niet honderden vierkante kilometers groot zijn. Dat is dan, kun je aan DNA-materiaal kun je zien dat het in principe hetzelfde wezen is. We weten nu dat schimmels eigenlijk, nou ik wil niet zeggen dat schimmels nadenken, maar schimmels kunnen bewust op zoek gaan naar voedsel. Schimmels, en er zijn bovendien eindeloos veel schimmels van alle maten en soorten en activiteiten. En nogmaals, vroeger werden ze eigenlijk tot het plantenrijk gerekend en nu worden ze tot het rijk van de levende wezens. En planten zijn natuurlijk ook levende wezens, maar goed, het zal wel dierenrijk, ik zou wel moeten zeggen, nu worden ze tot het dierenrijk gerekend. Het is een wonderlijk hybride soort van... Maar hoe gaan ze dan op zoek naar voedsel? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, met die schimmeldraden die in de grond groeien, overal, er zijn overal en altijd schimmels. Daarvoor dat je straks ga je een stukje kaas kopen, dat doe je in een plastic bakje. Het zit vaak zelfs al verpakt in plastic. Je legt het in de ijskast, het komt er niet zo van. Je gaat 3 weken met vakantie, nou ja. En hoe ziet dat fantastisch verpakte stukje kaas eruit? Beschimmeld. Kun je de beste afsnijden en opeten. Mensen moeten daar niet zo kinderachtig over doen. Maar overal en altijd zijn er schimmels. Ja, maar als wat jij zegt klopt, dan is het zo dat die schimmel op zoek gaat naar die kaas en op een gegeven moment toeslaat. Maar... Nee, het is niet zo dat die schimmel uit de grond van je tuin en dan je keuken binnenwandelt naar de ijskast. Het heeft een verouderingsproces te maken, toch? Nee. Die schimmel is er dus al. De sporen van die schimmel zaten al op die kaas. En op een gegeven moment wordt hij zichtbaar? Die wordt zichtbaar omdat hij dus de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Dat zijn meestal van die blauwe schimmels, zoals je weet. Ja. Ja. Je hebt ook speciale kazen waarin de schimmel geïnjecteerd wordt om de smaak van de kaas te bevorderen. Maar goed, er is een heel interessant boek verschenen over schimmels. Nou, misschien moeten we dat ook eens bespreken. Hoe heet dat? Weet je dat uit je hoofd? Nee, dat weet ik niet. Oké, dan moeten we even over Underground. Hey, maar op een gegeven moment... zoiets in de geest. Ik dacht Underground. Maar als je die kaas dan maar lang genoeg laat liggen en het gaat schimmelen, dan verdwijnt die schimmel op een gegeven moment toch ook weer, of niet? Nee. Je vreet de kaas op. En dan blijft de schimmel blijft zichtbaar. Heb je nooit in om lollige opname, versnelde opnames gezien van zo'n fruitschaal? Ja, zo'n timelapse. Ja. Ja. Nou ja, eerst ziet het fruit ziet er prachtig uit en dan eerst beginnen vlekjes en tenslotte zakt het helemaal in elkaar, het vocht loopt eruit en tenslotte blijft er een soort bruin plasje over. Ja. En het is geconsumeerd. Maar dan zijn de schimmels wel uiteindelijk weer weg. Ja, die gaan iets anders doen, ik weet niet precies wat. Ja, we zitten nou zo alsof ze op de fiets stappen en een ander fruitschaaltje uitwijken, zo is het toch niet. Maar... Nou ja, schimmels zijn alom tegenwoordig. Fascinerend. Ja, dat is echt fascinerend. Eigenlijk is het zo, laten we dat nog eens even constateren, dat als je toch ziet wat sinds mijn jonge jaren, wat we wijzer zijn geworden over de natuur, over de intelligentie van dieren, over het heelal zelf, hoeveel we astronomisch wijzer zijn geworden. Denk aan de Hubble en de Webb en allerlei andere telescopen trouwens. Systematisch grootschalig onderzoek. Het wordt wel eens gezegd van ja, wat levert die wetenschap eigenlijk op? De meest fantastische kennis in mijn leven is de wetenschappelijke kennis al zo ongelooflijk veel groter en ruimer geworden en bovendien allemaal even fascinerend. Ja. Over James Webb had laatst weer een fantastische foto, hè, de telescoop. Weer een hele haarscherpe foto vanuit de ruimte. Wat van wat hadden ze gefotografeerd? Ja, was het Uranus of iets dergelijks? Dat zou kunnen. Ja. Een van onze planeten. Ja. De podcast daarover kun je trouwens ook terugluisteren. Daar hebben we een keer helemaal uitgebreid over gehad. Volgens mij vorig jaar zomer. Dus even terugzoeken kun je hem vinden. De Webb-telescoop, ja, fantastisch. Dat het tenslotte toch van gekomen is. Want ik geloof 10 jaar te laat of zo. Maar hij is er gekomen. En de Amerikanen doen ook hele goede dingen. Laatste vraag. Wat zou Maarten van Rossum vinden om een keer de stadhouder Maarten van Rossum met een U te bespreken, zegt Mark Schouten. Ten eerste is er geen Maarten van Rossum met een U. Ook de historische Maarten van Rossum is met een E. Mag ik daarop wijzen? Door de tijd de spelling was toen niet een zaak van groot gewicht. Dus je deed maar wat.
dat we een vaste spelling hebben, dat is gedateerd uit de 19e eeuw. En bovendien was hij geen stadhouder. Hij was veldheer. En wat, hij was veldheer in dienst van de hertog van Gelre. En in dienst van de hertog van Gelre. De hertog van Gelre wilde niet geen deal met de Habsburgers. En de Habsburgers wilden Gelre hebben. Want dat zou hun bezittingen in de Lage Landen zou dat completeren. En u wilde het ongelukkige geval voor de Habsburgers. Dat Maarten van Rossum met een E, die overigens familietechnisch niets met mij te maken heeft, moet ik er direct bij zeggen, en een hele bekwame veldheer was. Heel bekwaam, Den Haag geplunderd. Hij onverwachte acties, brandschatten. Wat is brandschatten? Dus dan je bezet een stad en dan zeg je van, er zijn twee mogelijkheden, of jullie betalen, zal dan maar zeggen, $15,000... of we fikken de hele boel af. Dat is bang, hè? Je maakt een schatting, brandschat. Ja, dat deed hij ook. Daar was hij ook heel effectief in. En ik kan hem de 1, 2, 3 niet. Hij had allerlei andere leuke vondsten. Waarbij dus een, laten we zeggen, veel kleinere tegenstander toch heel effectief tegen een veel grotere tegenstander vechten kan. Dat was Maarten van Rossum met een E. Een geetstadhouder. Nogmaals, een gehuurde militair. Een bekwame militair, maar een gehuurde militair. Er gloort licht aan de horizon, echt waar. Ik heb laatst gelezen wat de Apple eraan verdient en wat de Chinezen eraan verdienen. En dan moet je toch ook als Chinees denken, we doen iets fout. Dit moet op korte termijn, moet dit veranderd worden. Want dit is een hele onrechtvaardige zaak. En dat is het ook in allerlei opzichten. Maarten over de geschiedenis van China. Wat zich voltrekt in China en India en andere Aziatische landen is niet meer dan een onderdeel van datzelfde enorme proces wat ooit begonnen is tussen 1690 en 1750. Download het luisterboek via de link in de show notes. En wil je nog een podcast luisteren? Luister dan nu naar Sea Level. Daarin vertelt de baas van Ahold Delhaize, Wouter Kolk, hoe de supermarkt van de toekomst eruit ziet. De link naar de podcast staat in de show notes.